Hi, ik ben Janine en ik wil het vandaag graag met jullie hebben over het boek Het Geheim van de Mallemander. Het boek is geschreven door Thomas Taylor. Het verhaal speelt zich af in het stadje Owe aan zee. En de hoofdpersonage is Herbert Citroen. En Herbert Citroen werkt als gevonden voorwerper in het Grand Hotel Nautilus. Als gevonden voorwerper moet je ervoor zorgen dat alle voorwerpen veilig blijven en uiteindelijk weer terugkomen bij hun rechtmatige eigenaren. En alsof dit al niet lastig genoeg is, komt hij op een dag nog voor een zwaardere opdracht te staan. Want hij vindt een meisje in zijn gevonden voorwerpenmagazijn. Het meisje heet Violet Purperweer en is op zoek naar haar ouders. Of liever gezegd, naar de verdwijning van haar ouders. Samen gaan Violet en Herbert op onderzoek uit. En ze zijn ontzettend bang dat het misschien iets te maken heeft met het zeemonster. De Mallemander. Maar bestaat dit zeemonster eigenlijk wel? Of zijn het misschien maar fabeltjes? Het is een verhaal over dapperheid, vriendschap, vol met avonturen, spanning en sensatie en ook heel wat duistere figuren die misschien niet altijd te vertrouwen zijn. Ik heb ontzettend genoten van dit boek en ik hoop dat jij hem ook gaat lezen en net zoveel geniet als ik.